Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een nieuwe video van Planet Zoo. Aankomende dinsdag is helaas Planet Zoo de beta's afgelopen. Dan gaat de game 4 weken dicht en dan is de game op 5 november officieel uitgekomen. Dit is nog dezelfde dierentuin die ik jullie vorige week ook heb laten zien. Alleen er is alweer heel wat veranderd. Lars is een klein beetje verslaafd, als ik dat heel eerlijk mag zeggen. Maar ik wil jullie eventjes rondleiden. Allereerst kom je natuurlijk hier binnen, dat hebben jullie wel gezien. Dit was het allereerste verblijf. Die, nou zit mijn muis even vast. Het is en het blijft een beter natuurlijk. Ik weet niet waarom die nou zo apart gaat doen. Ja, want hij gaat nu helemaal zijn eigen weg. Ik weet niet waarom. Maar het zal wel. Maar in ieder geval, dit verblijf was het allereerste verblijf. Hier waren dus ook de springbokken en de zebra's. Dat is nu helemaal veranderd. Hier zitten nu ringstaartmakies. Dit was mijn allereerste verblijf, bij die hele grote bomen. Hier zitten nu ringstaartmakies. Nou, deze hebben jullie al gezien volgens mij. Dat waren de sneeuwluipaarden. Ik heb ondertussen ook leeuwen. Zit die... Oh, zit dat ding alweer vast. Ik weet niet waarom dat zo is, maar goed. Dit stuk zijn leeuwen. Dat kun je ook wel zien. Kom op, game. Waar is dit nou weer? Dit heb ik nooit. Op de een of andere manier zit hij nou heel tijd vast. Nou ja, in ieder geval... Ik moet even dingen inhouden. Dat is het leeuwenverblijf. Nou, dan hebben we hier de zwarte beren. Want ik heb ook zwarte beren. Dan hebben we hier schildpadden. Eindelijk hebben de schildpadden kleintjes gekregen. Die camera die bleef vastzitten als ik op WASD druk. De camera, ja, we hebben in ieder geval eindelijk kleintjes. Kleine schildpadjes, hartstikke leuk. Goed, dit zijn de kleine schildpadjes, die heb ik tegenwoordig. Dan hebben we hier de zwarte beren. Nee, ja, dit zijn de zwarte beren. Die heb ik allemaal in de livestream gebouwd, dit verblijf. Vond ik wel geinig. Ze hebben hier namelijk een hele heuvel waar ze overheen kunnen gaan. Hier hebben ze een kleine tunnel waar ze ook daadwerkelijk gebruik van maken met een beetje mist. Ik dacht, oh, dat is wel geinig. Dat is aan de hand. Laag welzijn. Nou, komt wel goed. Nou ja, de leeuwen in ieder geval. Ik heb behoorlijk veel leeuwen. 1, 2, 3, 4 vrouwtjes en 1 mannetje. Dit is de AP Jansen 4.0. Jawel. AP Jansen 4.0. Facilitair uitgevallen. Komen we zo meteen. De pauwen hebben we ook nog steeds. Die loopt een pad doorheen. Dat vond ik wel geinig. Net als bij de ringstaartmakies. Met de ringstaartmakies lopen hier ook een pad doorheen. Dat de bezoekers er doorheen kunnen lopen. Ik weet alleen niet waar de ringstaartmakies op dit moment zijn. Nou, we hebben 2 kleintjes. Kun je hem ook wel zien. Oh, kijk hoe schattig. Koning Julian. Oftewel. Maar dan ga... Oh, dat was niet de bedoeling. Oh, sorry. Ik doe het een verkeerde knopje. Goed, ja, de bruine beer hebben we nog steeds. Dat gaat ook lekker. Dit is het grootste verblijf wat ik momenteel heb. Dat zijn olifanten, zebra's en giraffen. Daar loopt ook een pad overheen. Die heb ik wat lager gemaakt, zodat de bezoekers naar beneden kunnen kijken. Alleen het is een beetje apart. Er is geen... dit is... Oh, ik wil zeggen. Maar hier zit ook geen palen onder. Ik wou nog palen plaatsen, maar dit is niet helemaal goed gegaan. Maar dat ziet er een beetje raar uit. Dus, hebben we iets van houten palen? Houten paal 2 meter. Houten paal 4 meter. 1 meter. Ja, want ik weet dus niet. Kijk, als we hem hier neerzetten. En dan nog eentje erbovenop. Kijk, wat er anders vliegt dat pad. Dat is een beetje weird, zeg maar. Dier is uitgehongerd. Ach, wat krijgen we nu weer? Kijk, wat zo... In ieder geval... Dan zetten we zelf mijn palen neer, want dat ziet er een beetje raar uit. Als een pad zweeft natuurlijk, hè. En dan... Zo, hij moet namelijk net niet uitsteken. Waarom is die uitgehongerd? Hebben jullie geen eten meer? Jawel toch? Hier ligt... Oh, dat eten is vies. Dier is bijna dood. Oké, als die bijna dood is, dan zetten we hem in quarantaine. Want dan wordt hij daar verzorgd. Dan moet hij daar even een tijdje blijven. Soms heb je dat. Op de een of andere manier, de verzorgers die doen niet altijd helemaal goed hun werk. Volgens mij... Ik weet niet of de verzorgers hier ook daadwerkelijk langskomen. Qua werkgebieden. Begin dierentuin. Kijk, hij zit in geen enkel werkgebied, zie je dat? In dit werkgebied, daar mag die ook meegenomen worden. Heeft een sneeuwluipaarden. Maar die moet ook meegenomen, anders worden die niet verzorgd namelijk. En dan hebben we nog de vivariums. Die zitten daar, maar die mag ook deze meenemen. Voor de zekerheid. Zo. En dan weten we zeker dat de verzorgers van nu dan langskomen. Ik heb standaard 2 à 3 verzorgers in dit verblijf. Constant hier naartoe, want deze dieren hebben enorm veel verzorging nodig. Ze poepen heel veel. Ze eten heel veel. Want het zijn natuurlijk, dit is het grootste verblijf die ik heb. En er zitten ook 3 verschillende dieren in. Dus ja, hier heb ik standaard 2 verzorgers op. Die dus constant hier naartoe komen, dingen bijvullen, dingen schoonmaken en weet ik veel wat. Want het verblijf is nu al een heel stuk schoner, want het was echt een groot drama. Verder, wat heb ik nog meer bij gebouwd? Ik heb het faciliteitengebouw heb ik een beetje aangepast. Dat zag er een beetje raar uit. Die heb ik gekopieerd, deze heb ik gekopieerd hier naartoe. Maar dat doe je gewoon, die selecteer je, ctrl-d en heb je alles in één. Ideale mentos. Een paar pleintjes met eten en drinken plus een camera. En dat hoort er natuurlijk ook allemaal bij. Maar wat ik eigenlijk graag wil doen is nijlpaarden. En voor nijlpaarden... Oh, dit moeten we eerst eventjes in de dingen zetten. Zie ik. Ja, 200. Nou, vooruit. Bem. Die is jong. Waarom zit Bem in het handelscentrum? Wat is dat nou weer dan? En dat is Azizi. Dat is ook een mannetje. Vreemd. Dan hebben we deze nog. En deze die mag voor behoorlijk wat geld. Want die is behoorlijk vruchtbaar. Oh. Verhandelen. 350. Voor 350 mag je hier... Azië mag je kopen. Dus misschien dat we zo meteen wel weer eventjes 2 leeuwen verkopen. Wie weet. Klaar om quarantaine of laten? Nee, dat doen we nog niet. Die moet eerst even wat beter worden. Maar ik wil dus nijlpaarden hebben. En nijlpaarden moeten we allereerst eventjes kopen. Want ik heb heel veel blaadjes zoals je kunt zien. In het begin had ik echt struikel met blaadjes. Maar als je 1 keer bezig bent, gaat het fantastisch. Even kijken. Waar staan de nijlpaarden? Steppenzebra, springbok, wolf. Nijlvaraan, Indische neushoorn. Zit er overheen te kijken? Hier, nijlpaard. Ik heb behoorlijk wat blaadjes, dus ik kan wel wat uitgeven. Oeh, er zijn niet zo heel veel mannetjes, zie ik. Wacht, laten we eerst eventjes voor een vrouwtje kijken. Ik wil een goed vrouwtje hebben die behoorlijk vruchtbaar is. Deze is netjes, alleen de gorteg is niet zo heel goed, dus die wil ik kopen. En dan wil ik nog eventjes een mannetje hebben die ook redelijk goed is. Deze is niet vruchtbaar. Moet ook een beetje kijken naar... Ik heb er nu wel in gekomen, maar ik heb er helemaal niet naar de leeftijd gekeken. Whoops. Deze is 18,2 jaar, maar ik weet niet hoe oud nijlpaarden kunnen worden. Oké, wil ik even kijken. Ik kijk nooit naar de dingen, dus moet ik wel even in de gaten houden. 51 jaar. Oh, nou. Dus dat kan nog wel eventjes. Dit is 31 jaar. Oeh, die is wel heel erg oud hoor. Nou, hopelijk kan hij in ieder geval voor 1 nakomeling. Zie wel, als ik niet let op de leeftijd, ik kan hem wel weer herverkopen. Maar ja, dan moeten we ook hebben dat hij ook daadwerkelijk wordt verkocht. Even kijken. Nijlpaard. We hebben nu een vrouwtje. Oh, we moeten wel de markt hebben. Niet Nel vooraan. Maar nijlpaard. En wil ik het mannetje. Ja, deze zou ook kunnen. Maar we doen het gewoon voor de blaadjes. Levensverwachting is niet zo heel hoog. Maar deze was wel netjes. Dit is 18 jaar. Dus ja, is ook wel redelijk oud. 37 jaar, veel te oud. 15 jaar. Deze is wel heel goed trouwens. Ja, die is voor mij. Goed, we hebben nu 2 nijlpaarden. Dan moeten we ook nog een verblijf maken. Dus we moeten eventjes kijken naar de Zoekpedia. Daar staat alles in namelijk. Nijlpaard. Waar hun leven. Hun habitat. Klasse 4. Dus dat houdt in dat wij gaas moeten hebben. Ze hebben 1004 vierkante meter nodig. En ze hebben zelfs 1004 water nodig. Dus eigenlijk moet het hele verblijf eruit zien als water. Nou ja, dat vind ik misschien een klein beetje te veel. Maar het mag wel een flink verblijf worden. En ik denk dat ik die hier een beetje maak. Met zo'n bocht erin, zo. Dus voordat we dat gaan doen, moeten we allereerst eventjes de onderzoek nog even doen. Het onderzoek. De omheining en de shelters, dat vind ik wel geinig. Want ik heb mijn onderzoekers heb ik ook behoorlijk opgeleid. Dus het onderzoeken gaat redelijk vlot. En qua dieren hoef ik volgens mij niks meer te doen. Nope. Soort niet in dierentuin. Nou, volgens mij heb ik toch echt... Of heb ik maar één knobbelzwijn? Oh, ik heb er maar één, joh. Oké. Oké, dan moeten we ook eventjes een nieuwe knobbelzwijn hebben. Knobbelzwijn. Kijken hoor. Even kijken, knobbelzwijn. Die zit in quarantaine. Verhuizen daarheen. Maar er zitten nu mensen op, dus we moeten eventjes een extra knobbelzwijn hebben. Volgens mij moeten we een mannetje hebben, of niet? Of heb ik dat verkeerd? Ik moet eerst kijken wat voor een we hebben. Ja, dit is een vrouwtje. Ja, dus een vrouwtje heeft, ze heeft ook geen honger meer, zoals je kunt zien, omdat hij in quarantaine is gezet. Dus apart wordt gezet, wordt hij verzorgd door de verzorgers. Omdat hij apart is gezet, in quarantaine, zoals dat heet. Apart gezet van alle dieren. Daar kopen we die nog eventjes en dan gaan we langzamerhand het verblijf bouwen. Alright, ik heb het hok, of de beest heb ik gekocht. Nou gaan we langzamerhand, maar moet ik even kijken hoe dat ook weer werkt. Hier, we hebben alweer nieuwe leeuwen, joh. Want ik wil namelijk dat de mensen naar beneden kunnen lopen, dat ze onder water kunnen kijken. Ik weet niet precies hoe dat in zijn werking gaat. Volgens mij moet je dan eerst... moet ik even nadenken hoor. Volgens mij moet je eerst even een deel gaan neerzetten zo. Ja, volgens mij heb ik het alweer verkeerd gedaan. Het is te verder vanaf. Maar ik moet even kijken hoe dat ook weer werkt. Alright, ik heb het nu een klein beetje voor elkaar. Ik heb dus het hok heb ik... oh, er zit hier een gat. Ik heb het hok dus eventjes... gemaakt. Ik heb het waterstuk heb ik gedaan. En dan moet ik dus hier een pad plaatsen. Nou, het is nu wel heel erg laag. Dus sowieso moet dit allemaal wat hoger. Dus ik doe het allemaal wat hoger. Naar... 4,5 meter. Zo. Kijk, en dan kunnen we dus hier een pad plaatsen. En dan kunnen we hier dus water neerzetten. En als het goed is, kunnen de mensen dan onder water kijken. Ha, kijk dan. Is wel een beetje erg hoor. Wacht even hoor. Ik denk dat dit beter is. Kijk, dan kunnen ze onder water kijken. Dat is toch fucking vet. Het was eventjes gestruggeld, maar het is me gelukt. Misschien dat hij nog wel ietsjes hoger kan. Ja, ik denk als wij het zo doen, dat het dan te hoog is. Dus we doen eentje lager. Zo. Want straks kunnen ze eroverheen zwemmen. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Goed, dan moeten we weer een pad plaatsen. En als het goed is... moet dat dan goed komen. Oké. Oké, het is iets te dichtbij. Kijk, het is even tricky. Waarom past het niet? Geblokkeerd door water. Oh, wacht. Dan moet ik dus eerst water wegdoen. Het pad plaatsen. Kruisend terrein. Is maar niet waar, man. Kijk, dan kunnen ze dus hier langs lopen. Dan moeten we hier weer een beetje omhoog. Ik zie al dat ik het niet helemaal goed heb gedaan. Maar dan kunnen ze dus hier eventjes een klein beetje langs het water kijken. En als we dan water plaatsen... ik hoop dat dat nog kan. Ja, dit is te hoog. Eentje lager, kijk. En dan kunnen ze dus hier langs lopen en dan hebben ze dus water. Is toch vet? Ik vind het vet. Goed, wat we dan moeten doen is uiteraard een donatiebox. Plus een informatiebot. Dat is sinds kort is dat een beetje geglist of zo. Dat is vet vaag. Dus doe het op deze manier. Met de bord eraan vast. Even kijken. Dit is het verblijf zo. Dus dan kunnen we het beste vanaf hier een deur maken. Bats. Oké, wacht. Dan doen we even... dat alleen personeel hier mag lopen. Zo. We kunnen helemaal een pad omheen doen. Dat gaan we denk ik ook doen. En misschien dat ze ook nog vanaf deze... hey, een ballon. Dat ze via de diskant of via de achterkant ook nog eventjes kunnen kijken. Dus eventjes dat pad plaatsen. Zo. Vanaf... hier denk ik. Ik moet even wat langer, anders moeten we zo vaak klikken. Nee. Zo. Ja, er is een tutorial over de paarden, maar het is soms een beetje lastig om paarden te plaatsen. Maar dan komen ze zoals nu ook te dicht tegen de omheining aan en dan kun je ze niet meer plaatsen. Dus we moeten er ietsjes vanaf blijven, want anders gaat het niet goed. Zo. Ja, een beetje kronkelige weg vind ik ook altijd wel geinig. Kijk, en dan kunnen ze zich hier, hup, kunnen ze zo weer het plein op. En dan kunnen ze via het plein, kunnen ze er zo helemaal eromheen. Dat gedaan te hebben, doen we denk ik hier ook nog een klein beetje glas. Niet te veel. Of de hele kant, is dat niet te veel? Wah. Zal wel meevallen. Zo hebben we dat glas gemaakt. Dan is het nu een kwestie. Het dier is uitgehongerd. Waarom zijn die dieren toch constant uitgehongerd? Dier is bijna dood. Ik snap dat niet. Die zebra's op een of andere manier, die krijgen nooit eten. Dat is heel vervelend. Hotdog squad, veel lange tijd. Nou ja, goed. Dat is dan maar zo. Zo. Goed, dan gaan we de dieren afhandelen. We hebben ook al 1 leeuw verkocht, zoals je ziet. Verplaatsen. Naar die. En die. Naar die. En nou is dus een kwestie om eventjes... wat? Berens overleden? No. Gestorven van ouderdom. Oh. En was dat het mannetje? Jazeker. Valley. Was een mannetje. God dang it. Die is nog jong. Hebben we hier een mannetje tussen zitten? Ja, we hebben hier een mannetje tussen zitten. Dus als die opgegroeid zijn... dan hebben we weer een mannetje. Volgens mij... contains a dead animal. I know! I know. 4 stuks. Q. Is in het handelscentrum. Nog een vrouwtje. Zal wel. Goed, de nijlpaarden worden afgeleverd. Dan komt de eerste nijlpaard aan. En dan komt de tweede nijlpaard aan. Want als hun erin zitten, dan kunnen we het verblijf inrichten. Heb ik hier. Ik moet deze even op nijlpaarden zetten. En dan kunnen ze de informatie lezen over de nijlpaard. Stevige schoolplaats. Ze hebben wel water hoor, hier. Ze hebben 6300. En water, maar ik denk dat ze er niet in kunnen. Ik denk dat we dat nog een klein beetje moeten aanpassen. Oh ja, dat komt natuurlijk omdat er water in zit. We moeten eerst even het water wegdoen. En dat in ieder geval dat ze een beetje het water... kijk, nou zie je dat? Dan gaat dit ook aanpassen. Het is steeds iets minder. Ja, waar ze hier kunnen zijn het water in. Even wat lager, want anders kunnen ze er niet in en eruit namelijk. Water was tot en met hier. Ja. Als het goed is moeten ze nou gewoon het water in en uit kunnen. Goed, dan klikken we dus op de nijlpaard. En moet dus eerst het terrein even fixen. Ze hebben Veel te lang gras en ze willen meer aarde. Dus doen we een beetje aarde. Kijk, zit er nou wordt het water ook. Omdat ze net niet in het water konden, is dat nu aangepast. Zo. Ze willen behoorlijk wat aarde. Ze hebben nog niks gegeten en zo. Een beetje lichte aarde. Een beetje er doorheen. Zo. Nou hebben ze te veel aarde. Ze willen ook een beetje steen. Want dit moet allemaal een beetje in het groen zijn namelijk. Kijk, die nijlpaard gaat nou al zwemmen. Ik hoop echt dat ze een beetje hier naartoe gaan. Dat je onder water die beesten kunt zien. Het zal wel heel gaaf zijn. Even kijken. Nu hebben ze iets te veel steen. Ze willen iets meer kort gras. Zo. Stevige schuilplaats hebben ze niet. Goed, het verblijf. Soort nijlpaard. Kijk, dan kunnen we bijvoorbeeld deze doen. Een watertrog groot. Mensen vinden het meestal wel geinig om ze te kunnen zien eten. Maar die zetten we hier neer. En trog medium zetten we daar neer. Kegels vinden ze leuk. Een modderbad. Zetten we er 2 van neer. Een schuurpilaar. Bomen komen zo meteen. 1, 2. Hangende ton met voer. Vinden ze ook fantastisch. En daar 1, daar 1. En de kegels. Dus dit is altijd wel geinig. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. Zo. Ja, schuilplaats. Medium schuilplaats. Grote schuilplaats. Dus iets te veel van het goede. We kunnen ook zelf een schuilplaats bouwen. Als dit niet voldoet aan hun eisen. Een stevige schuilplaats. Als die niet... Kijk, die staat nu aan. Dus er hoeft verder niks meer te doen. Nou is de omgeving. En dan gaan we dus naar de natuur. En dan filteren we dus op het continent Afrika. En volgens mij is dat grasland. Yes. En biome is grasland. Nou, dan kunnen we dus deze troep er allemaal in doen. Dan heb je allemaal van die water... Van die waterbomen en weet ik vaak. En hier bijvoorbeeld een hele grote boom in het water. Dan moet je eigenlijk die... Deze moet je eigenlijk in het midden zetten. Het is een lelijke boom, ik weet het. Maar ik vind het wel geinig om in het midden te zetten. We moeten dit ook in de gaten houden. Dus niet te veel bedekking hebben. Want dat vinden ze niet fijn. Dus dan plaatsen we die even. Dan plaatsen we die even. Die mogen trouwens wel iets hoger. Die zitten wel heel erg in de grond. Zo. Tafelkantine te verlaten. Laag welzijn. Ja, komt wel goed. Laag welzijn is meestal dat ze... of gestrest of iets zijn. Zo. Ja, ze kunnen nog wel meer spullen hebben. Een paar brandneteltjes. Ja, dat ben ik gewoon de dia's, jongen. Dat is niet normaal. Nou, ik vind het wel goed. Maar dat betekent dus dat we dus nu ook nijlpaarden hebben. Nou ja, aan deze kant kunnen de mensen ook kijken. Dus hier moeten we ook eventjes een donatiebox neerzetten. Plus een bord. Ik hoop dat die stroom heeft trouwens. Ik ga er wel vanuit. Geen stroom. Nee. Heel fijn. Die stroomgenerator. Wat is dit? Een transformer. Hij komt zeker net niet aan de andere kant. Oké, daar komt hij net niet. Zie je dat? Hier. Dit heeft allemaal wel stroom, behalve dat. Dus dan zou ik hier eventueel... Ja, hier zit ook al een stroom en een dinges. Een transformer waterzuiveringsinstallatie. Anders zou ik hier ergens nog een extra transformer moeten neerzetten. Anders hebben ze hier geen informatie namelijk. Even onderzoeken. Nijlpaard. Is weer geglitcht. De ene keer pakt hij hem wel, de andere keer pakt hij hem niet. Maar nu hebben we dus wel nijlpaarden. We hebben dus een heel verblijf gebouwd. En de mensen kunnen hier, als ze ook daadwerkelijk gaan zwemmen, kunnen ze hier onder water kijken. Je ziet de boom hier zitten. Het is wel een beetje vies water trouwens. Ja, daar is die. Kijk. Oh, daar wil ik hem een fotootje van maken. Kijk, 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 daar is die. Jouwe. Kijk, daar is die. Lekker zwemmen. Het is wel zo lekker rustig onder water. Maar het is wel een beetje smerig trouwens hoor. Hier, de andere gaat er ook in. Maar die beesten gaan dus helemaal onder water. Dat is wel tof. En hopen op kleintjes. Zou nog leuker zijn. Maar ik vind dit wel heel erg tof. Dat de mensen onder water kunnen kijken. Nice. Wat nou weer? Laag welzijn. Ja, voeding. Maar ik snap ook niet waarom er geen... Waar zijn de verzorgers dan? En er komt weer eentje aan. Wat is jouw... werkgebied? Grote dieren. Oh, hij wil wat meer... salaris. Nou, dan gaan we dat even regelen. Bij de verzorgers. Dan maken we er 2000 van. 2000. Ze moeten niet zoveel zeuren, nou ja. 20.000? Ja, ho eens even. Dat is wel erg te veel van het goede, hè? 2000. Ah, is dit, nou, dit is nog niet genoeg, zie je dat? Ze vinden nog dat ze te weinig verdienen. Ja, jammer dan. Weet je hoeveel dat is? 2000 euro in de maand. En twee... Niet 20. 2000. Zo. Monteurs vinden ook dat ze te weinig verdienen. Nou, maken we daar 1800 van. Want dat ze zijn hoger opgeleid. Dus daar vragen ze ook meer salaris. Namelijk. Zo. Ja, ik heb nu... Hij heeft geen werkzone. Ik heb dus nu 1, 2, 3 vaste verzorgers op dit verblijf staan. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ja, ik weet niet wat er met die zebra's aan de hand is. Maar die is ook alweer... Nou, dan ga ik maar even in quarantaine. Want ik weet niet wat er mis is met die zebra's. Maar die hongeren altijd uit. Dat is heel apart. Ik weet niet of meer mensen daar... Och. Zien er gewond uit. Dat betekent dus dat wij weer... nieuwe beren hebben gekregen. We hebben 3 mannetjes. Gizan en Olivier mogen weg. Want Tyler, waar is Tyler? Dit is Tyler. Oh, dus Tyler 14.2. Dus de andere 2 die mogen weg. Die is bijna dood. Ja, die wordt meegenomen naar quarantaine. Tyler mag blijven. Die andere 2 gaan we verkopen. Dit is Oliver. Is prima. Jij gaat mee. En die andere die wordt even onderzocht. Want bruine beren willen mensen minstens wel hebben. Hier moet je kijken. We hebben alle 2 de beest ook al verkocht. Voor 150 mag je de eerste bij hebben. Zo. Beren worden altijd best wel snel verkocht. Maar we hebben dus ook de andere 2 leeuwen die we in het begin van de video te koop hebben gezet. Die hebben andere spelers dus gekocht. Dus dat is wel geinig. Gizan en Yardley. Waar is Gizan nu dan? Ja, die wordt onderzocht. Die zit in het ziekenhuis. Even kijken, moet ik dat even goed doen? Je kunt erin kijken. Kijk hier, we hebben de beer alweer verkocht. Zie je dat? Oh nee, toch niet. Ik dacht dat we de beer hadden verkocht. Nou, in ieder geval, de beer die wordt onderzocht. Die kun je ook zien liggen. Dat die onderzocht wordt. Kijk, ik kan bijvoorbeeld hier ook nog een pad overheen maken. Dat is misschien ook wel geinig. Die maakt even wat breder. Shiki, olifant, is zwanger. Awesome! Even iets minder lang. Lang. Nou, dan gaan jullie hier omhoog. Het hoeft niet zo heel hoog te zijn. Zo, en dan kunnen ze hier weer, dan kunnen ze er helemaal omheen, maar ze kunnen er ook eroverheen. Dat is ook altijd wel geinig. Bankjes. En heel belangrijk. Camera toezicht. Hou, moet die wel de goede kant op staan. Want die bankjes worden... Dus een beetje rustig, man. Wat hebben jullie in Foekie Foekie gedaan? Ja hoor! Nice! Nice! Oké, top. We moeten weer even een bord plaatsen. Wat is mooi, als we op het water kijken of daar? Ah, we doen ze aan alle twee de kanten wel, joh. Nelpaard. Nelpaard. En een donatiebox. Zo. Mensen maken hier meestal wel gebruik van. Kunnen ze er over het verblijf heen lopen. Mooi, maar ik denk dat wij toch al wel heel wat moois hebben opgebouwd, jongens. We hebben een nelpaardenverblijf opgebouwd. Ik moest alleen even kijken hoe dit ook weer moest. Maar ik weet nu hoe het moet. Dus dan kan ik het vaker toepassen. Straks is de game uit, dus op 5 november. Dan kunnen we dus ook, als het goed is, pingwings en weet ik veel wat voor gedoe. Dus dat gaat helemaal goed komen. Waarom er geen Minecraft is, dat komt dat ik eerst jullie tips wil hebben van die mansion die we hebben vandaag, vrijdag. Dus ja. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik blijf nog steeds een hele gave game vinden. Mocht je dit een leuke video bevonden, mag je het belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker ook eventjes. Zou ik super tof vinden. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Kalm!